aangesteld als trainer van Heracles. Kamphuis, makelaars, BV. Ja, wat voelt u dan op dit moment? Zijn BV, Staalbouwer, BV. Prachtige club. Traditieclub. Drankenservice, André Knoop, BV. Otto, Simon, BV. Familiair in die zin dat iedereen redelijk... iedereen, niet redelijk, iedereen hartstikke vriendelijk is, gewoon leuk. En ja, de eerste indrukken van de eerste week zijn echt mooi. Ja, is het druk geweest? Ja, het is natuurlijk hartstikke druk zo'n eerste week, omdat je... Ja, je leert heel veel nieuwe mensen kennen. Ja. Nou, de spelersgroep niet onbelangrijk natuurlijk, daar komt erbij. Er zijn ook 20 spelers. Nou, en volgens is het van de een naar de ander. En, dat is wel heel druk, maar wel heel leuk. En voor hoeveel jaar heeft u getekend bij Heracles? Ik heb voor 2 jaar getekend. Ja, reclame voor en er is natuurlijk wel wat gebeurd bij Heracles. Vorig jaar heb ik begrepen, is dat niet echt het slot op de deur altijd? Dus dat, gaat dat anders worden dit seizoen? Nou, wat we vooral moeten doen is kijken naar de selectie nu. Deze hele week heb ik veel gekeken van hoe we spelen. Nou ja, en er moeten natuurlijk nog een aantal spelers bij. Want we hebben natuurlijk nu ook vandaag 20 spelers. Ja. Dat zijn 4, 5 gastspelers. Okay. Dus daarin moet het een en ander gebeuren. En met name voorin is het heel erg bepalend wat we gaan doen. En ook Everton is vertrokken, hè? Ja, dus, onder andere ook. Ja. En dus moeten er, heb ik begrepen, iets van 3 spits of zo bij komen. 3 voor... ja, minimaal. Het is echt werk aan de winkel. Ja. En zijn er genoeg kandidaten die Heracles op het oog heeft? Ja, we hebben natuurlijk intern al een beetje overlegd met de scouting. Maar goed, dat zeg ik al, een drukke week. Dus dat zal de komende dagen, zullen we daar heel erg de nadruk op gaan leggen. Want dat is denk ik essentieel voor de komende tijd. Ja, want we hebben nu het Almelo feestje vandaag op zaterdag. Geweldig hier, bro. Ja, er wordt een... Wedstrijd gespeeld met de Almelo selectie. Is het vandaag gewoon kijken van hoe de spelers het doen, gewoon even proeven wat, hoe het allemaal gaat, of uitwerken? Ja, we trainen 2 groepen, zoals je ziet is de ene groep nu ook aan het trainen. Ja. Dus dat pakken we dan gelijk mee en de beide trainers doen de beide teams en ik sta ertussen en ik probeer zoveel mogelijk indruk op te doen. Ik denk dat het slimste is op dit moment, omdat je nog maar net aan de gang bent. En wat zijn de doelstellingen voor dit komende seizoen? Oh, die zullen we uit gaan spreken wanneer we alles compleet hebben. Lijkt me handig. Daar valt niet veel over te zeggen dan. Lijkt mij niet. Oké, nou in ieder geval, ik wens u heel veel succes bij Heracles. En ik ben benieuwd wat vandaag wordt. Oké, dank je. Arjan, jij bent organisator van het Almelofeestje. Kun jij uitleggen wat er vandaag allemaal op programma staat? Ja, wij als organisatie hebben het primeur op het oude stadionterrein om de allereerste oefenwedstrijd van Heracles Almelo tegen de Almelo selectie te mogen organiseren. Ja, dus de eerste wedstrijd? De eerste oefenwedstrijd van Heracles Almelo, okay. Van het nieuwe seizoen. En de Almelo selectie, hoe wordt die gesteld? Die wordt vanaf dit jaar geselecteerd door beide trainers. René Woesthuis van Lukka RT Mergo en Roland Damp van DRC 2012. Okay. Die hebben bij alle clubs 2 spelers gescout. Ja. En bij de hoogspelende clubs van Almelo, dat zijn PH en Luktor, zijn er 3 CQ4 spelers geselecteerd. Ja. En die jongens die hebben 4 keer getraind op het kunstgrasveld van Luktor en Demergo. Oefenwedstrijd gespeeld in het Polmanstadion, aangeboden door Nico-Jan Hoogma, tegen Luktor 1. De wedstrijd is geëindigd in de 2-2 stand. Het was een leuke wedstrijd, 500-600 man publiek. Hartstikke leuk initiatief. En zijn er echt ook talenten die de rechten voetballen? Nou goed, er lopen jongens bij Van Lukto, die zijn dit jaar gepromoveerd naar de eerste klasse, zijn kampioen geworden. Ja. Er lopen een aantal jongens in van PA, van Oranje Nassau. Ja. Het zijn wel de jongens die daar eigenlijk een beetje bovenuit stijgen. Maar goed, het is een feestje van alle onze clubs, dus we hebben ook de 5e klasse als... Als AFC Heracles en de nieuwe 4e klasse, Bonnebroek, ASV van de zaterdag, DRC van de zaterdag. Ja. Die jongens die spelen ook gewoon leuk mee. Ja, hoe vaak is het allemaal een feestje nu georganiseerd al? Het is nu voor de 4e keer dat het hier georganiseerd wordt. En hoe is het ontstaan ooit? Nou goed, ik ben er vanaf het begin bij betrokken met een andere organisatie. Ja. Waren een aantal Almeloze ondernemers. Die vonden het heel vreemd dat Heracles de oefenwedstrijden niet in Almelo speelde. Ja. Maar altijd in Den Haan, Brugterveld, Rijssen, Bonnebroek, noem maar op. Ja. En die jongens die hebben het initiatief genomen om een oefenwedstrijd te organiseren. Op alle grond, zeg maar. Waar het allemaal voor Heracles ook is begonnen. Ja. En zodoende is het balletje gaan rollen. En het eerste jaar zijn die jongens mee opgehouden. En toen hebben wij met 4 mensen hebben de organisatie opnieuw opgepakt. Ja. En we proberen het elk jaar weer ietsjes beter te doen dan het jaar ervoor. Ja. Zoals je ziet hebben we nu voor het eerste jaar een VIP-paviljoen neergezet, een tent.
Ook in verband met de te verwachten weersomstandigheden. Ja. Maar gelukkig hebben we dit jaar geluk dat het verschrikkelijk mooi weer is. Ja, geweldig. Dus, voorspelling voor de uitslag eventueel? Of, ja goed, ik heb bij de wedstrijdbespreking van Aldo's selectie gezeten. Oh, die is al geweest? Die is vanmiddag om 12 uur geweest in de kantine. En die jongens hebben een doelstelling en dat is 6-2 voor Heracles Almelo. En als organisatie hebben wij gezegd, als dat echt gaat uitkomen, krijgen jullie van ons een vat bier. Oké, dat is een mooie... Ja, nou ja goed, ik zou het heel mooi vinden als we dat vat bier verliezen. Ja, en de opbrengst van de wedstrijd? Ja goed, een deel van de opbrengst die gaat dit jaar naar de Stichting Terminale Thuiszorg. Ja. Nou, we hebben als organisatie een gesprek gehad met die mensen en dan kun je allemaal grote jongens zijn. Maar als die mensen vertellen wat ze echt doen, dan krijg je een ieder kippenvel. Ja. Dat is gewoon een... dat is echt goed werk. Dat is echt goed werk en ik ben ervan overtuigd dat het geld ook echt op zijn plaats komt. Oké, okay. Nou super. In ieder geval dank voor dit interviewtje. Graag gedaan. Hier in Almelo. Met nummer 34, wij komen in Denemarken, speelden wij in Nationaland. En dat is een prachtige titel, Boogstorm. En dan hebben we tenslotte nummer 35, komt uit de Duitse Bundesliga, speelde wij in Wolfsburg. En als speaker moet je tegenwoordig wat kunnen, Akadi Pachia. Natuurlijk ook een paar geweldige sponsoren. Hoogsponsor is Rivo Recycling. En hoofdsponsor is Trilbeter Outlet. Edwin, uit Geesteren. Ben je er klaar voor? Nu gaat het gebeuren, jongen. We krijgen een sfeeractie, dat wil je niet weten. Ja, wanneer komt hij dan? Want ik ben er te wachten. Op 2:30, hè? 2:30. Ja, 2:30, dus dat gaat gebeuren. Dat zal snel gebeuren. Ja, dus je moet even de voorbereidingen trekken. Goed idee. Ja? Succes. Meneer, u wordt dus de grensrechter. Ja. Klopt dat? Ja. Bent u er helemaal klaar voor? Ik wel. Ja? Jij ook? Enige voorspelling voor de uitslag? Daar vraag ik mij niet aan. Oké, heel goed. Dat is in het Polmond Stadion. Een geweldige play-escort. En dat is, zijn vanmiddag de ENF-pupillen van de verschillende verenigingen. En allemaal in hun eigen clubtenue. Meneer Luijgen. Mag ik u een vraag stellen? Bent u er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal weer klaar voor. En kunt u uitleggen wat u zo mooi vindt aan zo'n wedstrijd? Nou kijk, het is een hele goede organisatie hier. Ja. Het is voor Almelo heel belangrijk dat de mensen krijgen te zien hoe Heracles gaat spelen in het nieuwe seizoen. Ja. Natuurlijk missen ze nog enkele spelers, maar die komen wel. Ja, ja is vooral in de voorhoede heb ik gegeven. Het is gewoon... het zijn wedstrijdjes om in te komen voor de nieuwe competitie gewoon. Ja, en enige voorspelling, dat kan ik natuurlijk niet doen, hè, voorspellingen, nee, dat mag niet. Nee, voorspellingen doe ik niet aan. Dat, Nee, maar hoe vaak doet u dit nou, zo door de regel? 3 à 4 keer in de week momenteel. Echt waar? Ja, ik word nog steeds veel gevraagd.
Je kunt niet zomaar zeggen, ik stop ermee. Nee, ik vind het nog veel te leuk en ik ben nog topfit, dus we gaan nog eventjes door. En hoe lang zou je nog door kunnen gaan? Jaren? Ik vraag wel of je fit blijft. Je moet geen blessure hebben en de motivatie moet er nog zijn en die is er nog optimaal. Ja. Dus wat dat betreft denk ik nog niet aan stoppen. Goed. Ik dank u. Ja, graag gedaan. Dank je wel hoor. Jo. Hebben we er zin in? Ja. Ja? Heb je een voorspelling voor de uitslag? Nee. Helemaal niet? Oké. Nou, veel plezier straks. Ja. Doei.